Opeens was hier de Guerilla Shop midden in Amersfoort. Maar wat is het eigenlijk? Nou, dat is iets wat uh, eigenlijk niet hoort te zijn. Het is uh, heel snel op een plek. Vandaag zijn we om één uur open gegaan. En volgende week woensdag sluiten we de deuren om 5 uur. Een winkel voor maar één week. Daarna staat het pand weer gewoon leeg. Uh, je hebt uh, het fenomeen al heel lang. En uh, soms is het kunst, soms is het kleding. Uh, ik weet ook uh, dat het in de laatste jaren ook iets meer speelt in New York, Parijs. Uh, dat ze een shop voor een dag. En uh, nou, wij dachten, wij doen een shop voor een week. In de winkel wordt kunst van een aantal kunstenaars verkocht. Dit is om te laten zien hoe rijk Amersfoort is aan bijzondere kunsttalenten. Ja. De winkel Guerrilla wordt afgesloten met een grote modeshow. Als je aan normaal het woord mode denkt, dan denk je aan een winkel. En terwijl dit eigenlijk gaat om kunst, eh, ook draagbare kunst, maar ook niet draagbare kunst, eh, wilden we dat concept winkel gewoon aanhouden. Dus sla je slag. Het kan maar één week.